Het varend corso kan op de zaterdag van het evenement gewoon langs de Galgenbrug varen. Deze garantie heeft het bestuur gekregen van de uitvoerder en het bedrijf dat de brug bomvrij maakt. De werkzaamheden daarvoor gaan een week duren, terwijl het varend corso pas over 2,5 week plaatsvindt. Deze kraan is bezig met de werkzaamheden om de grond te onderzoeken. Dit puin komt van de brug en is nagekeken of er geen granaten in zitten. En deze zakken met zand gaan de tijdelijke damwand vormen. Het varend corso trekt vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus door de Rijnmond, het Westland, Delft en Midden-Delfland. Het thema dit jaar is Be Happy.